Hey, welkom iedereen. Ik ben samen met Clyde Goedhoop, onze fantastische leider uit Suriname. En ik ga hem even leren hoe je goedkoop je crypto kan wisselen op de Binance. We hebben natuurlijk al een basisstap gehad over hoe dit te doen. Laat ik eerst eens even naar mijn wallet gaan. Ik zal even wat TRX'en naartoe sturen, zodat ik kan aantonen. Weet je wat, ik heb trouwens, ik doe het wel even andersom. Ik heb hier dus heb ik geen TRX. En ik heb 62,27 aan Bitcoin staan. Ik heb dus Bitcoin naar mijn Bitfavo gestuurd. We gaan even nu het totaal saldo kijken. Moeten we even verversen. Nu klik ik even wat pagina's weg. Gaat die stuk sneller. Dan zie je dat ik 211 euro heb staan. Dan gaan we naar handelen. Oh, even deze balk weg. Dan gaan we naar handelen. En dan drukken we op klassiek. Want die is het makkelijkst, vind ik, om te doen. Dan wil ik dus van mijn Bitcoin naar TRX. Dus dan moet ik hero zijn en dan vul ik in TRX. Dan zie je dat je kan kiezen TRX BNB, TRX BTC. Afhankelijk van wat je wil doen. Dan ik wil dus mijn TRX, neem mijn BTC naar TRX. Ja. Dan zie je dat je hero, je kan zelf je marktorders inzetten. Ik kies altijd markt, want dan krijg je het direct in je wallet. En ik maak natuurlijk meestal filmpjes. Dan zie je dat ik koop TRX. Ik heb dus 0,00122 Bitcoin. Dan klik ik dat ik, laat ik zeggen, ik wil 80% TRX kopen. Dan heb ik direct 322 TRX in mijn wallet. En dan gaan we weer terug. En dan zag je dat ik net 211 in mijn wallet had staan, 211 euro. En dan heb ik nu dus na deze wissel, heb ik 211 euro in mijn wallet. Ik heb 20 cent betaald voor deze wisseltransactie. Hoe doe je dat? Je zorgt dat je een beetje BNB hebt. Dat is dus de Binance munt. En als je BNB hebt, dan gebruik je Binance als transactie, om de transactie te betalen. En dat ken het ook nog een keer laten zien. Dus stel je voor, ik heb nu 46 euro TRX. En ik wil dus LTC hebben. Dan ga ik weer naar handelen. Naar klassiek. Dan gaan we dus weer om nu hier. En dan heb ik dus TRX. Ik moet wel zeggen, je kan TRX niet direct wisselen tegen LTC. Dus dan ga ik eerst van TRX ga ik naar BTC. En dan zeg ik weer, ik ga op de markt. En dan zeg ik, ik verkoop nu al mijn TRX. En dat verkoop ik. En dan zie je dat ik weer 1,21 TRX. Ik had net ook 0,00121 TRX of BTC. En dat heb ik nu weer terug. Dan zal ik nu mijn BTC naar LTC ruilen. Oh, weer verkeerde toetsenbord. Naar LTC ruilen. En dan zie je dus LTC, BTC. En dan kiezen we nu dus van, we kopen voor onze Bitcoin, kopen wij LTC. En dan wil ik zeg maar 75% LTC kopen van mijn Bitcoin. Je hoeft nooit alles te doen. Ken wel als je wil. En dan zie je dat ik 0,16 LTC nu gekocht heb. Ik heb nu dus meerdere keren gewisseld tussen, ik heb nu drie keer gewisseld tussen verschillende munten. TRX, LTC, BTC. Waarbij ik aantoon dat ik nog steeds in mijn wallet $210 heb en 99 cent. Dus ik heb voor mijn drie transacties heb ik denk, wat zal het zijn, $50-$60 betaald. Dat is een heel stuk rendabeler. En de limieten om hiermee te ruilen zijn ook een heel stuk goedkoper. Ik zal nu even mijn site laten zien. Die heb ik dus gratis gebouwd. Even kijken, gratis gebouwd op Google. Google geeft dit weg, want Google wil heel graag dat mensen natuurlijk bouwen op Google. En ik heb hem bijvoorbeeld zo gebouwd. BTC Pet Passief Inkomen. Een marketing consultant uit Haarlem, waarbij u begeleid wordt in online verdienen, waarbij uw financiële situatie geen rol speelt. En dan laat ik dus zien wie ik ben met mijn openingfoto. Dan toon ik mensen. Dit is bijvoorbeeld onze nieuwe product launch. Kennis is macht, de rol van informatie. Dan laat ik mensen zien wat we een beetje uitbrengen. Ik doe het wel in Engels en Nederlands, want je weet nooit of je ook Engelse mensen krijgt. Is natuurlijk volledig jullie keuze. En dan laat ik hier zien bijvoorbeeld, hoe werkt Troncase? Wat kan het voor jou doen? Hoe maak je een wallet aan? En dan laat ik zeg maar de stap voor stap laat ik zien met gefeliciteerd, u verdient nu elke 4 seconden. En dan, hier kunnen dus mensen als ze op meer informatie klikken, dan worden ze doorbegeleid naar mijn YouTube. Je kan natuurlijk doen als je op meer informatie klikt, kan je ze doorsturen naar je YouTube. Heb je geen YouTube, kun je ze doorsturen. Hey toppers, jullie kennen hem allemaal ondertussen. En dan zie je dus hier uit Nederland. Je kent hem. Een ouder filmpje al.
En dan natuurlijk kan je zelf kiezen. Je kan ze sturen meteen direct naar je Tronlink toe. Of meteen naar je Troncase toe. Je kan ze naar een andere website sturen. Is allemaal eigen keus. Je kan natuurlijk hieronder wat meer informatie. Je kan zien, hey, dit zijn reviews van andere... Oh, dit is meer informatie in ieder geval. Andere posts nog, dat je gewoon dat ik online zet. En natuurlijk zie je, mensen kunnen je reviews geven. En natuurlijk, je ziet hier de About Us sectie. Ik heb hem dan in het Engels geschreven, omdat ja, ik krijg heel veel Engels verkeer. Zeg, ik heb een fantastische verloofde, 2 katten. Ik hou van fitness, reizen. En dat kunnen we doen door het werk. Je kan foto's van jouw updates, van jouw programma's geven. Dus zoals je ziet, Patrick op eigen kracht. Met Peter Cipet, mijn updates. Je kan je eigen contactgegevens erop zetten. Dus mensen kunnen je bellen. Ik zal nu even tonen hoe het te maken. Ik zal even mijn